kan ook dit doen. Wacht, wat is leuk. Oh my god. Oh my god. Oh. Deze kan. Yo. Jongen mensen, super dat je erbij bent. Een goed nieuw voor jullie mijn kanaal Games Rule. In deze video jongens gaan we lekker naar Paradise Palms. We gaan een solo potje proberen te winnen met een hele vette skin natuurlijk. De wonderskin. En deze skin is natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door Iconic Bundle Service natuurlijk. Check even zijn inzet. Pots, die komt hier in beeld. En dat komt natuurlijk ook even in de beschrijving, want hij heeft deze skin voor mij geregeld. Helaas voor jullie kost hij wel wat centjes. Ik weet niet precies hoe de prijs is, maar dan moet je even aan hem vragen. En voor super chill prijs kan je gewoon deze vette skin krijgen. Dus ik zou zeggen, check zeker uit en dan gaan we proberen dit mooie potje solo's te winnen. En jongens, het is echt warm. Het is ook de laatste tijd. Gisteren was voor de mensen die het... als het goed is komt deze video vandaag gewoon online. Maar gisteren was het echt... Holy shit. 36 graden. Ik heb niet kunnen slapen. Dus ik hoop dat we wel vandaag een beetje kunnen presteren. Dus let's fucking do this. Trouwens, het leuk weetje is dat heel veel oudere wapens die in de game zijn gekomen, die er allemaal uit zijn gehaald of wat dan ook, zijn weer in de game gekomen. Dat is fucking ziek. Dus je hebt de oude pump weer echt van alles. De S of de LMG, dus de Lion Machine Gun. Deze precies. Dankjewel voor het demonstreren, Fortnite. Thank you very much. Wat een timing. Nee, maar echt super ziek, man. Alle oude wapens zijn weer terug. En dat is fucking relaxed natuurlijk. En vooral de pump heb ik het over. Want dat ding was echt gewoon super chill. En ze hebben natuurlijk ook wel gewoon de normale wapens die eerst in de game zaten. Hebben nog ingehouden, zoals de triple of de burst SMG, weet ik veel wat. Oeh, wat ligt daar? Geen shotgun, hè? Fuck. Ik moet even een betere shotgun vinden dan deze grijze tech, man. Daar kan je helemaal niks mee. Oh, nou, zie je een kistje? Alright, we zijn in Paradise geland. En volgens mij zijn er hier best wel wat mensen nog. Dus als we even voorzichtig een steeds... Oeh, daar kijk. Oh, nice. Volgens mij is dat een... Is dat een normale pump? Nee, dat is een nieuwe pump. Ah, chill. De nieuwe pump blijft nog steeds ook gewoon een super chille shotgun, hoor. Dus ik neem die ook gewoon steken mee. Okay, ik hoor wat schoten aan de rechterkant. Dus laat het daar maar een beetje op. Oh, shit. Volgens mij werd ik ook beschoten van vier. Ja, wie op mij schiet, kan hem eerst verwachten. Hij zit daar boven. Oh my god. Ik weet niet of ik met deze revolver hem kan raken vanaf daar. Ik wil het wel proberen. Oké, okay, hij kan mij wel raken. Vriend is... Ik heb geen launchpad, hè. Fuck. Oké, heel even die minis in en dan ga ik gewoon pushen. Fuck it, want hun zitten nu te fighten. Waarschijnlijk is er al één dood nu. Verdorie, ouwe. Het is... Oh my god, eentje is een spook. Oké, ik ga toch pushen hier. Let's go. Oké. Doei, match, helaas. Oké, please niet komen nu. Oké, let's go. High ground. Zo, deze guy hebben. Maar ik werd gelijk beschoten van achter mij. Maar mijn eerste kill is binnen, jongens. En ik zit te twijfelen. Nee, ik denk dat ik toch de nieuwe shotgun nu even de boven kies. Oeh, nice SMG. Ik hoor allemaal mensen hier. Ik wil even mezelf inbouwen. Even mooie HP'tjes erbij krijgen. Daar zie ik ook iemand. Er is best wel een drukke bedoeling hier. En die guy gaat sowieso naar mij komen hier. Doe gewoon dit. Kom maar, vriend. Oh my god. Oh my god, hij is weak, hij is weak. Okay. LMG power! Kom maar hier. Dit ding is zo overpowered volgens mij, man. Oh my god. Oh, dit kan echt niet, dit kan echt niet. Oh my god. Oké, okay, ik zeg je eerlijk. Die LMG is eigenlijk... Ik snap best wel waarom die er niet meer in zit. Oh, what the fuck, ouwe. Oeh, neem die impuls. Oh, nice, gast. Oké, dat is super chill. Ik laat die rest van de meuk hier even liggen. Okay, er zitten volgens mij allemaal mensen om mij heen. Oh shit, hij zit daarboven. Hoe gaan we die in godsnaam kunnen killen? Oké, okay, wacht, daar heb ik een idee voor. Ik neem heel even die sniper mee als het kan. Hij heeft ook een LMG. Hoppakee. Gewoon even omruilen. Ik neem ook gewoon gelijk de LMG weer terug. Jongen, oh my god. Oké, okay, heel veel weer een mini nemen. Jezus, ik ben wel veel HP verloren. Okay, ik hoop dat ik dit ga redden. Het zou wel leuk zijn. Ja, perfecto. Oké, zijn loot is ook half naar beneden gevallen. Nou, helaas. Oké, ik wil de berg op. Jezus, het is altijd zo lastig om te bouwen daar op zo'n berg. Die veel mensen, valt wel mee. Niet echt veel. Alright, even zien. Wat is er nog te doen in Paradise? Ik weet niet of er nog mensen zijn trouwens. Ik denk het haast niet. Het lijkt me sterk als er nu nog mensen zijn. Want we hebben al 3 kills gepakt. Er zijn best wel veel fights al geweest. Dus, ik heb zo mijn twijfels als er nog iemand leeft. Maar je weet maar nooit. Dus we gaan wel even gewoon gluren. Je weet maar nooit. En we zien toch even wat steen bij. Heeft hij veel? Wow, oké, prima aantal. Ik moet wel even veel match gaan vinden, man. Want dat is echt belangrijk in deze game. Match is eigenlijk... Ik denk dat match net zo belangrijk is als überhaupt guns hebben. Iets om te schieten. Want je kan je gewoon verdedigen met match. En dat is super chill. Ik denk als jij super oneindig match zou hebben. En geen wapens. Dat je denk ik daar
langer mee kan overleven dan met wel wapens hebben en geen mats. Ik denk dat het serieus dat je dan echt nog ver kan komen zonder wapens. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet chill. Het is niet echt een super chill situatie, zou ik maar zeggen. Dus wij gaan gewoon lekker mats en natuurlijk mooi, mooi met wapens spelen. Dus even die jug innemen. Let's fucking go, ouwe. Let's get it. Oh, shit. Oh my god, deze guy is echt wel... Hij heeft er zin in. Oké, hij is fucking weak. Oh shit, ik ook. Maar hij is dood. Oh my god. Ik heb besef, hè. Ik heb net die fucking jug inlopen nemen. Oh, hij heeft een paarse shotgun. Ik denk al, waarom doet hij zoveel damage, gek? Hij heeft twee shotguns. Wat is daar de bedoeling van? Nemen we de drumgun mee. En de paarse natuurlijk voor de blauwe. Alright. Oeh, medkit. Chill. Oké, nice. Oh, gelukkig. Wat een toeval. Dan moeten we die even weer gaan innemen. Yo, ik was net die jug aan het... Ik heb hem net ingenomen en ik word letterlijk gelijk beschoten. Zie je, er zijn altijd nog mensen in een stad. Op een of andere manier blijven er altijd zo vet lang mensen nog hangen. Dat is echt niet normaal. Alright, mijn mats zijn nu wel echt low. Dus dat is wel echt kloten. Die kerel had namelijk ook bijna niks. Dus dat is wel kut. Ik weet wel dat er volgens mij hier ergens een... Waar staat die rift? Oh, hier boven mij. Oké, chill. Nice, we moeten de rift nu meenemen omdat de seizoen eraan komt. Bob. Let's get it. Alright, kijk, die rifts zijn zo chill altijd bij Paradise. Dat is altijd zo super fijn. Je kan gewoon gelijk naar de volgende fight, stad, weet ik veel wat gaan. Gewoon weg van waar je bent gespand. Oh my god, er zitten alle... Oh nee, die andere zat niet om mij te schieten. Oké, hier zitten twee guys minimaal. Eén zat op die trap. Oeh, die gaat nu helemaal naar beneden. Dit wordt wel een aparte fight, denk ik, man. Oh my god, hij is... Oh my god, hij nakt mijn kill. Maar weet je wat ik dan maak van jou? Jouw match, vriend. Dank u. Oh, hij heeft helemaal niks. Wil even die grote pot innemen. Hij heeft er drie. Hij heeft er drie. Oké. Okay. Laat me even de shoot. Oh my god. Oh my god. Echt op bokken, vriend. Dank u wel. Oh my god, wat een irritante guy. Yo, besef, ouwe. Oh my god. Het klote is... Letterlijk, de hele game is nu wel sprayen. Die LMG... Ha, ja, man. Ik was er altijd wel tevreden mee dat dat ding eruit was. Ik zeg je eerlijk. Ik zat echt zo te kijken bij mezelf. Hoe ga ik hier levend uitkomen? Kut voor iemand. Gaat hij voorbij? Oh my god, volgens mij wel. Ik wil even zien hoeveel ammo die nog... Wacht, ik heb nog 100 kogels in dat ding. Hoeveel had hij? Hij had er 50 op me geschoten. Dat viel nog mee. Besef dat hij ook nog zo'n turret erop had geschoten. Oh my god. Drone, ja. Oké, laten we er gewoon op afgaan. Fuck it. We zitten daar druk te fighten. Als we er een beetje gaan mengen, dan is het altijd wel lachen. Even zien. Kunnen we via de drone... Ja, oké, chill. Ik heb nog een launchpad en van die impulsnezers. Dus als ik naar beneden gejaagd word, hoop ik dat ik me nog zelf kan opvangen. Dat is altijd nog even de vraag of dat kan. Oh, kut. Je kan niet bouwen. Oh my god, dat is klote. Oh my god, dit is echt dood. Oh my god. Oh my god. Eens is geflikkerd. Hoppakee, chill. Let's go. Oh nice, heavy sniper. Chill. Oh my god, die ene guy was gevallen. Yo, ik wist niet dat jullie op high ground al zaten, gasten. What the fuck, kan ik... Oké, okay, overleven. Hoppakee. Oh, dit is zo eng, ouwe. Yo, besef als die turret daar uitging. Nou, ik heb echt een serieus probleem. Oh my god. Holy shit. Oké, nice. Hij heeft een gouden heavy. Bro, deze guys hadden loot, jongen. Oké, wacht. Hier ligt ook wat meuk. SMG. Ik denk dat ik toch even liever de drumgun hou. Of de LMG. Ik heb de LMG al, hè. Oké, neem ik toch wel even de SMG mee. Fuck it. Ik heb al een heel erg spraywapen. Dus dan laten we het gewoon lekker daarbij. Alright, boys. Ik blijf hier gewoon lekker boven zitten. Want ik heb nog die impulsnades en een launchpad. Dus ik kan vanaf hier lekker mensen spotten. En dan ga ik gewoon daar weer op afpushen. Dat is de tactiek. Oké, als die turret uitgaat, zit ik gewoon lekker safe nog. Een paar shotgun hebben niks aan. Oké, nice. Let op deze snipe, hè. Zal ik het doen? Oh, fuck. Ik had het gewoon moeten doen. Ja, ik zit dan altijd zo te twijfelen, hè. Oké, lekker. Wacht, blijf stilstaan. Als hij stil blijft staan. Oh, dit. Zal ik schieten? Ik durf niet te schieten, jongens. Hij gaat zo hoog. Oké, fuck it. Ah, dat bedoel ik, man. Het gaat altijd fucking mis bij mij, jongen. Ja, nu gaat hij bouwen. Wacht, blijf zitten. Ja, ja, ja. Als hij gaat pieken, is hij zo dom, hè. Ik wil er ook wel op. Flikker maar op. Kan ik hier bouwen, chill? We gaan erop af. Launchpad, let's get it. Dat afwachten doen we niet aan. Oh, what the fuck? Oh, ik dacht dat die kerel vol met een impulsneten vanaf ging. Oké, ik heb veel mats, dus ik ga gewoon lekker veel overdreven bouwen. Dus dat is chill. Wacht, ik kan ook dit doen. Wacht, dit is leuk. Oh my god. Oh my god. Oh.
Deze kan. Yo. Hey, de groetjes aan je moeder, hè. Man, 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 wat een kill. Oh my god. Ik moet even die redeploy hebben, dankjewel. Oh my god, ik zeg je eerlijk. Deze kill was extreem. Die was echt fucking dik, ouwe. Kijk, er zit nog een gast hier. En... Oké, nu niet meer. Dankjewel voor je loot. Ik zit even te denken. Oh, 6 minis. Waar is die gast helemaal heen aan het gaan? Helemaal daar, gast. Zo, dat zou wat zijn als ik hem daar had. Ik zit te twijfelen, man. Ik denk dat ik die redeploy wel mee wil nemen. Ik heb geen zin dat ik dood flikker, zeg maar. Snap je? Okay, laat hem gewoon weggaan. Let's get it. Alright, we moeten nog 3 killtjes maken, jongens. Ik heb geen idee meer. Ik denk dat hier iemand zit. Ik heb echt zo... Oké, laat maar. Dat is al lang geopend. Ik ben weer besjoemeld. Volgens mij zit hier... Oh, hij heeft een nieuwe vissen. Er zit daar wel iemand. Oh, shit. Niet in die box, maar daarachter zit iemand. Dat is ook wel interessant. En nu ben ik hem kwijt. Huh? Bro, waar de fuck ben je nu? In de bosje? Is hij naar beneden gegaan? Mag je even kijken, hoor. Bro, waar de fuck? Ik werd hier net letterlijk van beschoten en nu zit niemand. Ik denk dat hij door is gerend. Ga rennen. Zie ik hem. Hij heeft die zipline genomen, denk ik niet. Oké, ik heb werkelijk geen idee. Ik zie ook niemand daarmee lopen. Fuck it. Maar hier zit wel iemand. Er zitten 2 mensen zelfs. Oh, fuck, ouwe. Shit. Hij zit in die boom. Oh my god, wat een stumperd. Let op. Als ik hier de kill van krijg. Doei. Oh my god, jammer. Hij heeft het overleefd. Oké, we gaan er wel naartoe. Ik hoor ook weer iemand achter me gliden. Hier wordt het een drukke boel, jongens. Dit wordt wat. Oké, dit... Oh, deze guy. Bonjour. Die guy is zo... Oh, dat was een hele rare lach. Ik vind het zo grappig hoe sommige mensen gewoon niet opletten. Okay, fuck it. Kut, ik heb geen SMG meer. Oh, dat was ik vergeten. Ja, vriend, ik kan jou ook wel raken. Volgens mij heb ik hem meer geraakt dan hij mij. Shit, man. Ik switchte automatisch over naar mijn SMG op mijn glider slot. Dus dat was niet zo slim. Oké. Oeh, daar ligt ook wel leuke shit. What the fuck? Gebeurt daar? Blijf stilzitten. Jammer. Dat is een default, dus we kunnen misschien wel wagen om hem te snipen. Blijf stilzitten, alsjeblieft. Ah, fuck, ouwe. Ik heb ook alleen die sniper voor afstand, jongen. Die LMG is echt prut daarvoor. Wacht. Deze guy onder mij kunnen we ook nog gaan pushen, hè? Dat is ook nog niet verkeerd. Hallo? Wat een gemeen ventje ben jij. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een heel mooie... Oh, ik heb het al. Let op, ik heb 2 heavy snipers. Dit wordt wat. Dit wordt heel wat. Niet een trap laten, AB. Doe het zo, ouwe. Dit is zo niet eerlijk. Doei. Oh my god. Ik dacht van, ik ga... Oh. Op zich, die tactiek. Ja, het kon goed gaan. Het kon goed gaan, maar het liep een beetje. Maar we hebben hem, dus fuck hem, ouwe. Wat een kutstreek. Ik kan op zich wel die sniper gebruiken. Is wel geinig, ouwe. Oeh, Fortbite. Oeh, die heb ik nog nodig. Deze heb ik nog niet gepakt. Ja, ik kom hier nooit, jongens, in deze area. Nou, chill. Hebben we er ook weer een bij. Ja, wat kan ik beter menen? Ik denk toch die gliders, man. Dus toch van, joh, als je naar beneden geschoten wordt, dan kan je nog opvangen op een of andere manier. Hoop ik. Yo, die guys zitten hoog, jongen. Alright. 9 kills. We moeten er nog 1 voor de tactic. Of voor de tactic. Voor de... Natuurlijk de 10 kills. Kijk, dit is dus het surfboard. Het is zo goud. Ik vind dit veel grappiger dan die normale hoverboard. Hey, wat ligt daar? Nou, niet zo heel erg veel leuk mee. Oeh, hij zit daar. Let op deze threshold, jongens. 100 euro. Ik kan... Oh, ik moet reloaden. Wat kloten. Oh my god, anders had ik echt een fucking ziek. Oh my god. Ik zit van de map af. Dit is dikke stress. Launchpad en weer terug. Oh. Yo. Wacht, let op. LMG. Ga ik dit kunnen doen of niet? Kom op, alsjeblieft. Hit een kogel. Ja. Yo, what the fuck. Oh, hij is... daar gaat mijn kill. Oh my god. Gast, ik had de lijpste stress toen ik van die map af donderde met die... Hoe heet dat? Surfboard. Hoover surfboard. What the fuck, ouwe. Wat gebeurt er in deze game? Wacht, hier lag een grote pot, hè. Ja, chill. Die moet ik even weer hebben. Ik heb gelijk even een kampvuurtje. Ja, alles voor die full HP, jongens. What the fuck? Yo, ik zweer het. Ik was echt bang daar. Ik sukkel. Wat ben ik ook sukkel soms, jongen. Alright, er zijn nog 2 mensen naast me over. Dat is niet veel. Dus dat is super chill. En één zo'n guy zit dus daar. En ik wil gewoon gelijk gaan pushen, eigenlijk. Laat gewoon de launchpad neer tieven en dan gaan we gewoon naar hem toe.
Hij zit er ook in. Fucking hell. Niet mijn raken. Jezus, hij heeft me niet eens door. Yo, what the fuck? Hallo? Bro, what the heck? Oké, nu moet het even goed doen. Oké, dat was niet helemaal zoals ik het wilde, maar oké, chill. Ladies and gentlemen, nog one person. Oké, snel even de loot pakken. Hup, 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 hup. Launchpad en weg hier. Oké, ik heb volgens mij nog genoeg kampvuurtjes, dus dat komt wel Gucci. Ik zet ze even. Ja, ik heb er 3. Oh, chill. Nice. Doe hem even zo. Hierheen. En zo. Ja, als het goed is, loopt die guy ergens hier, I guess. Ging die waar. Even alles reloaden, chill. De HP'tjes komen er goed bij. Hij zit ergens hier, man. Ik denk dat hij daar beneden loopt. Dat kan een hele goeie zijn, trouwens. Dat hij daar loopt. Launchpad zit helaas niet meer safe. Moet ik gaan. Let's get it. Oh, redeploy gelijk. Ja, hij zit onder mij. Zal ik hem nooit kopen? Dat zal heel wat zijn. Oké, jammer. Het was te proberen, mijn jongen. Oké, ik moet heel even sniper reloaden. Yo, bro. Jij mag mij niet snipen. Wat dacht je daarvan? Ik wil een no-scope. Zal ik het proberen? Ik wil het echt proberen. Ah, kut, sorry. Ik ga deze guy no-scope. Dit wordt een fucking zieke kill. 360 no-scope? Deze guy heeft weer een LMG vast. Dat is altijd zo kut. Fuck! Yo, de vorige video. Of de vorige video met die no-scope op het laatst, jongen. Dat was ook zo goud. Dan moeten we even gewoon 360 doen. Oh, fuck! Het is au, 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 au. Ja, dat dacht ik al. Even mini nemen. Deze guy is wel vol van zichzelf. Dat zie ik je wel. No-scope. Fuck! Bro, alsjeblieft. Waarom heb ik nooit geluk? Wat dit? What the fuck? Where you at, bro? Deze guy. Ik ga je echt stoppen. Ah, kut. Mijn kogel gaat nooit draaien. Wat doet die? Bro, besef, dit is season 9, hè. Jij hebt nog shield. Ik ga heel even de shield eraf schieten. Zo, weer een... Doe gewoon lekker rustig aan, hoor. Deze guy, jongen. Hey, doe je best, jongen. Let op, 3, 2, 1. Dan gaan we weer hitten. Fuck. Zo, volgens mij heeft hij nu bijna geen shield meer. Zal ik nog één hit gooien? Oké, ja. Nu is het chill. Oké, nu komt die 360 van die zipline. Hop. No scope. Oké, jammer. Oké, safe zone doet wel even een beetje pijn. Dylan, wat ben je weer een sukkel gewoon. Alsjeblieft, ga niet dood uit de safe zone. Oké, hij redt het volgens mij wel. Ik blijf even lekker boven hem. Dan gaan we hier even een kampvuurtje neergooien. Zo, hoppakee. Ja, ik wil hem no scope, jongens. Maar je weet het. Mijn luck met die no scopes is zo klut. Kut, klut. Dat is een nieuw woordje. Heb ik nog iets leuks? Ik heb ook een trap. Ik kan hem ook wel intrappen. Dat is ook wel leuk. No-scope, laatste keer. Ja, die kogels gaan nooit raken, jongen. Ik ga hem intrappen. Fuck it, dat doen we. Heel even die sniper reload, je weet me nooit. Stel dat ik uit een zelf ingetrapt word. Fuck it, we gaan het proberen. Als ik dood ga, scheid, jongens. Alles voor de mooie kill, toch? Season 1 stijl, Nippo, oh my god, ouwe. Hé, daar doen we even een... Oké, die tap kan in. Yo, zo doe je dat, gas. Oh, dit. Gas, super lekker potje. 11 kills, natuurlijk de 10 kills gewoon gebaseerd die we altijd moeten halen in de solo games. Maar holy shit, de wonderskin, jongens. Jullie ziet het, je krijgt er een wonderpotje voor terug. Holy damn, ouwe. Ja, hé, ik moest even een intrap kill maken, jongen. Dat deed ik vroeger ook altijd. Dat deed iedereen volgens mij vroeger altijd. Die trap towers en shit. Dat lijkt me nog echt een keer vet om zo te eindigen. Deze guy, ik weet niet, what the fuck. Hij was niet heel goed, maar hé... GG well done, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, jongens. Als je die video leuk vond, begin je zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal, zou super dope zijn. En het is gratis, dus als zou je me super erg mee supporten. Kunnen we voor de 2500 likes halen. En boys en girls, ik heb vakantie na vrijdag. En dan ga ik weer super hard grinden voor YouTube. Ik weet dat ik gewoon lange tijd niet upload en dan weer wel. De hitte speelt ook echt de rot. Het was fucking warm hier. Vooral in Apeldoorn, waar ik woon, was het echt super benauwd en alles. Dus ik zweet me kapot. Maar ik heb wel een leuke video. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Ik zei het net al. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later.